welkom Talkies. Leuk dat jullie er zijn. Gaan jullie mee voor een tour? Dit is mijn huis. En om maar te beginnen bij de eettafel, waar je ook tevens op kan dansen. En waar je heel gezellig met heel veel vrienden kan zitten eten. Ja, en bij binnenkomst kijk je natuurlijk meteen door naar die tuin. Dus het is natuurlijk heerlijk om hier lekker te gaan zitten en dan genieten van al het moois van buiten. Gaan we hier naar de keuken. Je ziet wel, alles is open. Dus je hebt gewoon contact ook met iedereen. En dat is het lekkere van dit huis. Ja, ik hou van de grote keuken, want ik ben gek op koken. Oké, dan gaan we nu door naar de woonkamer. En wat zo lekker is van deze woonkamer, is dat je en de televisie en de open haard bij elkaar hebt. Nou, en hier ook weer zie je natuurlijk dat de kunst de kleur maakt en dat het interieur eigenlijk onderhevig is aan de kunst. Het interieur is heel basic, is allemaal wit, eigenlijk licht van kleur. En de kleur zit hem echt in de accessoires en de kunst. En dan hebben we hier twee openingen en dan nog een heerlijke ruimte, de bar. Een huis moet voor mij altijd zijn als een beetje als een soort hotel. Dus dat alle ruimtes in elkaar overvloeien en dat alles ook daadwerkelijk een functie heeft. De bar met ook weer dit waanzinnige kunstwerk waar ik echt heel erg gek op ben. Een kast van een Belgische kunstenaar met allemaal houten latjes die hij allemaal één voor één ook geschilderd heeft. Nou, nu gaan we nog even naar mijn werkkamer, want daar moet het natuurlijk allemaal gebeuren. En hier in de open hal, de symmetrie van twee trappen. Symmetrie geeft kracht. Soms vind ik het ook leuk om het lekker los te laten, maar in dit geval is dit gewoon bijna een soort kunstobject. Dus een prachtig architectonisch element in deze hoge hal. Nou ja, hier is dan mijn werkkamer. Omgeven door echt heel veel boeken. Ik heb ook nog heel veel op te ruimen. Maar dit is een plek waar ik mezelf heel lekker voel. En ook bij deze tafel is eigenlijk ook weer door een kunstenaar ontworpen. Dus eigenlijk is bijna alles een soortement van kunst hier. Nou, en dan hebben we hier nog een ander gedeelte. Dat is ook wel heel leuk om te laten zien. De tuin haal je bijna gewoon naar binnen hier. En het heeft een prachtig zonlicht zo naar binnen. Hier word ik ook heel erg blij van. Met ook weer heerlijk die open haard en omgeven met prachtige kunstwerken waar ik dol ben. Nou, dit was de tour. Kijk zelf nog even rond, dan ga ik weer aan het werk. Bye bye.